CARICOM staatshoofden en regeringsleiders kwamen op 4 en 5 december 2018 bijeen voor de 18e summit handelende over de CARICOM Single Market and Economy. Vicepresident Michael Ashwin Adin vertegenwoordigde het staatshoofd Desiree Bouterse tijdens deze regionale meeting. De vicepresident leidde de Surinaamse delegatie, die onder meer bestond uit ministers Ildis Polak Bigli van Buitenlandse Zaken en Stefan Sang van Handel, Industrie en Toerisme. Tijdens deze vergadering maakte Suriname zich sterk voor de versterking van intra-regionale handel, connectiviteit, het personenverkeer en multidestinatie toerisme. Kijk, binnen het CARICOM gebeuren is een gezamenlijke markt, een gezamenlijke economie, wat men noemt de Caribbean Single Market and Economy, een belangrijk aspect. Binnen dat regime geeft het mogelijkheden aan landen die of minder populatie hebben, toch? Minder resources hebben, natuurlijk hulpbronnen. De mogelijkheid om één gezamenlijke markt te creëren die dan voldoende arbeidskrachten heeft, die voldoende afzet heeft, voldoende hulpbronnen collectief heeft, om te kunnen voorzien voor elkaar. Wat je zou kunnen zeggen, in een zekere mate samen optrekken om aan de ene kant te kunnen produceren voor de behoeften die er hier in de hele regio is, maar aan de andere kant ook om het te kunnen afzetten, maar ook export naar andere regio's. Dus het nut ervan moet dus gezien worden in het produceren, afzetten, gezamenlijk optrekken, een economie opbouwen, waar elk land individueel ook voordeel aan heeft, maar ook in de bredere zin regionaal er voordeel aan getrokken zou kunnen worden. U begrijpt dat een regionaal platform, een sterke economie, in een land, niet alleen, maar in een regio ook een zekere bestendigheid biedt. Als we voor elkaar zijn, ook in moeilijke tijden, dan kunnen we voor elkaar opvangen waar het minder is. Maar dat betekent wel dat je een zekere mate van economische ontwikkeling teweeg moet brengen, waar je dan in staat bent elkaar te ondersteunen. Dat is het idee van de Caribbean Single Market and Economy. Nou is het zo dat wij in dat kader hier zijn gekomen. Ik ben namens het staatshoofd hier gevraagd te zijn. Het is een heads of state meeting geweest. De lead head, dat is de trekker van het portfolio van de CSME, is de prime minister van Barbados. Op dit moment is haar termijn qua lead head, trekker van het portfolio, mevrouw Motley, Mia Motley. En u weet dat zij onlangs geweest is in Suriname. Suriname heeft een heel mooi experiment uitgevoerd om topbeleidsmakers met de private sector rechtstreeks in contact te brengen. En Mia Motley heeft dat gezien. Mijn inziens, als ik zo mag evalueren, denk ik dat idee overgenomen is. En we hebben gezien dat zij voorgesteld heeft om de private sector uit te nodigen met alle hoofden van landen, dus de heads of state, topbeleidsmakers, om rechtstreeks te horen hoe wij dat ook in Suriname hebben gedaan met de Ashanti koning, met haar ook. En dat te kopiëren, zou je moeten zeggen, voorzichtig. En te kijken hoe dat zou werken. Nou, wij hebben opmerkelijk genoeg, los van de regionale private sector die hier van vertegenwoordigd was, hebben wij veel meer onze private sector mensen hier naartoe gebracht. Heel uniek voor Suriname. En de mensen hebben hun stem laten horen. Vaak krijg je dat als diplomaten, hoofden van landen met elkaar zitten, je niet sterk genoeg zou kunnen benadrukken de belangen die je in sociaal dialoog met elkaar voert, bijvoorbeeld private sector, belangenorganisaties van werknemers, toch, ILO en zo, dat die niet goed genoeg gehoord zouden zijn, zou men kunnen opmerken. Nou hadden ze hier de kans om rechtstreeks
wat te zeggen. En men heeft heel wat zaken aangehaald, inderdaad. Men heeft gezegd connectiviteit, equality, free movement of labor, vrije verkeer van personen. Heel belangrijk voor hun. Ze hebben ook aangegeven dat de knelpunten zoals anti-competitive behavior, dat er geen level playing field is, er oneigenlijke concurrentie gaande, want er zijn sommige staatsbedrijven of bedrijven die gesubsidieerd worden in de regio. Allerlei knelpunten die eigenlijk rechtstreeks door de private sector aan de staatshoofden in zo'n setting is doorgegeven. Ook wat we in Suriname hebben gezien, waar de private sector rechtstreeks heeft kunnen communiceren. Dat heeft de mensen denk ik wel even, of laten we zeggen, meer onderstreept de problemen die misschien al eerder aangehaald zijn, maar wel serieuzer genomen worden dan om te agenderen. En men heeft toen toegezegd, en er zijn een paar concrete resultaten of actiepunten uitgerold. Eén is dat we dus, dat is wat we noemen diploma mutual recognition agreement, waar we bijvoorbeeld hebben gezien dat architecten en ingenieurs van ons, Suriname, in de regio, dat die diploma's niet geaccepteerd werden. Dat we zeggen, we gaan zo'n mutual recognition agreement tekenen, waar dat wel gebeurt en we dan diensten in de, service sector, dienstverleningssector, ook meer kunnen bewegen. Onze ingenieurs en architecten en zo aan in de regio kunnen bewegen. We hebben ook gezien dat wij voor agricultural workers, werkers in de agrarische sector, ook een specifieke categorie willen introduceren waar de mensen ook de ruimte geven. En Suriname kan daar ook dankbaar gebruik van maken. Dit zijn allemaal resultaten die voortvloeien uit zo'n meeting met de private sector. We hebben aangegeven, en ik denk dat dat ook is aangekomen bij de mensen als een verrassing, dat wij in 2019, tegen het eind van 2019, al onze productiecapaciteit zo hoog verhoogd zullen hebben, opgevoerd zullen hebben, waar wij 1500 landbouwers kunnen faciliteren in de agrarische sector, met de agrarische industrieparken die we opzetten. En waardoor we inderdaad waarmaken, voedselschuurgedachte waarover men veelal praat, maar men moet begrijpen dat je daarvoor een heel systeem moet engineeren. Je moet agrarisch industriepark met mogelijkheden voor packaging, met mogelijkheden voor de mensen in het veld begeleiden om hoger op de keten te komen. Dat is heel belangrijk. De begeleiding is het belangrijkste. Nu hebben we daarvoor een formule gevonden. Wij in Suriname we gaan dat oplossen. Op onze manier, maar dat betekent een oplossing voor de regio. Hoe kan de regio faciliteren, net wat ik aangaf? Agricultural workers. En dat soort zaken, als je dus hier bespreekt met meerdere staatshoofden, kun je elkaar voor mutual benefit, wat we noemen, dus wederzijdse voordeel, kun je dat soort dingen bespreekbaar maken en ook oplossen.